gaan zo laden hier in Corbeil. We liggen nu met de kop in de stroom. Je ziet ook het water afkomen. Dus gaan we eerst rond. Kop voornemen richting laadplek. Daar weer rond en dan afmeren. Het stroomt te hard om kop voor te gaan liggen. Dat kan wel, denk ik, maar ik heb er geen zin in. Om kop voor af te meren. Even oppassen, want achter ons, vlak achter ons, ligt ook een spits. En daar willen we niet tegenaan drijven. Dus even zorgen dat we goed rondgaan. Achterkant maar even oppassen dat hij goed vrij blijft van de kade. Maar het gaat best aardig. Je ziet hoe we al aardig worden meegenomen door de stroom. Dus even zorgen dat we hem weer oppakken. Vangen dat we niet te ver doorschieten. We worden aardig meegenomen door de stroom. Dat is ook niet gek. Het stroomt best hard. Een beetje opleiden voor het bruggat, want we komen best hard naar beneden zitten. Draai nauwelijks met de motor. De snelheid komt allemaal van de stroom. Aan het eind zie je een brug. Vlak voor die brug aan deze kant aan bakboord gaan we laden. En daar ligt nu de Mont Désir, die is net vertrokken. Die zijn net klaar. En ik heb geen zin om tegelijkertijd met hem daar in de buurt te zitten. Want vergeet niet, wij kunnen niet echt goed stoppen. En als je een keer bij die brug bent, wil ik niet rond, want daar is het allemaal niet zo heel ruim meer. Er zit nog een eiland achter. Dus we gaan hem nu rondgooien. En dan ga ik achteruit die kant op. Vergeet niet, we zijn afvarend. Dus alles komt heel snel dichterbij. Je moet er echt goed rekening mee houden.
désir, Monica. Hey, bonjour. Je passe à votre tribord, votre tribord. Oh, quand vous voulez, pas mon tribord, oui, c'est parfait. Mon tribord, oui. Votre tribord, ok, d'accord, ça va. Ok. Ça va, alors je 72 PS. Ok, ok. De buurman vertelt ons net dus dat het soortelijk gewicht van de lading 72 is. Dus dan weten we hoeveel ruimte het ongeveer gaat innemen. We zijn ondertussen al in het voorruim aan het laden. Achter zijn we al een heel eind klaar. Dus nu laten we voor een beetje zakken. Vrolijk bedient de pijp. Het wordt uit vrachtauto's geladen. En het wordt dan via die pijp bij ons aan boord gestort.